Dagenlang wordt er door 1800 jongeren uit 190 landen gepraat over wereldproblemen. Dat gebeurt in het Wild Forum in Den Haag. Maar in hoeverre krijgen ze ook iets mee van de stad waarin ze verblijven? We doen een klein quizje. Which one of these three treats are typical The Hague? Not this one. So I'm trying to figure out between these two. Is that this one? No, this one. Okay. What is it? We call it Haagse hopjes. Haagse hopjes. Het juiste snoepje uitkiezen is nog wat lastig. Maar praten over wereldproblematiek is voor deze jongeren een makkie. Tijdens het vierdaagse congres komen er namelijk heel wat onderwerpen ter sprake. Thema's zoals mensenrechten, onderwijs, armoedebestrijding, milieu. En het belangrijkste aan One New World is dat het jongeren samenbrengt, waardoor hun ideeën, projecten en programma's nog meer steun kunnen krijgen en nog meer impact hebben. A lot of people tell me that you're too young to pursue or open up an NGO and microfinance for educating women in Pakistan, but I think coming here is the right platform to give me that motivation and to get connected with those kind of people who will help me or support me. What are the things that you have learned? Think bigger. And actually, I've learned something and how you can start from something small. What is not considered by so many people is actually what one can start with. Als je het hebt over armoedebestrijding hier in de wereld, je denkt nee, maar het heeft geen zin, het is zo groot. Maar als je dan hoort dat zo'n CEO op het podium staat, zo iemand, die is met een heel klein idee begonnen. En ik denk dat als je zulke verhalen kan horen, dat je denkt, maar het is wel mogelijk. Maar heel veel tijd om Den Haag te ontdekken hebben de jonge congresgangers niet. En dat is jammer, want met de kennis zit het wel goed. The mayor of The Hague. I can't guess this one, but I'm not really very sure. You're correct. I am correct. That's Pauline Krikke. Her name is Pauline? Krikke. Kikker. Oh, wow.